De Jouwe. Een plak bekend van de koffie en vanzelfs de rotonde. Maar er is meer. Om dat wat beter onder aandacht te brengen, had de krekoprichte promotiestichting De Vlekken een plan betocht. Alle bezoekers van de koninklijke bezite Moon krijgen vergees een lunchpakket. Er worden 4000 makken. Ja, nou ja, je moet ergens beginnen, hè? Broodje voor broodjes is de kant. Kom inderdaad. Hoeveel broodjes ga je nou al smaak? Nou, ik heb ze nog net teld, maar ik denk dat we nou op een paar honderd zitten. We zijn krek begonnen, dus ook meer Jerk al. In de Jouwse kranten wie een oproep dienen om vrijwilligers. Dat roemt Twarm. De meerskipzin op de Jouwer is dan ik grut. Die stichting Vlekkenmarketing is net al in ter promotie van Jouwen. Het is ik om te zien hoe kunnen we dat samen doen. Dus het resultaat hield, maar vooral ik het proces. Maar is de Jouwer dan echt zo leuk? Je kunt er aardig wennen, je had er musea, je kunt er kuieren en naar oude gebouwen zien. Ja, er zijn toch een heel soort mensen die Jouwen kennen van dat dorp bij die grote rotonde. En ja, eigenlijk de koffiefabriek vanzelfs. En de koffiefabriek, ja, DE. Nou, dat is ik wel een beetje trots, wist wel. Daar zit een soort handwerk in, een stukje ambacht, wist wel. Nou, dat is ik wat bij Jouwen past. Maar ja, die rotonde, dat is toch het ding wat een soort mensen als eerste sjuggen van Jouwen. En ja, wij willen wel heel graag zien litten dat er nog volle meer is. Wij verwelkomen meesten hier graag. Daar hangt altijd een leuke sfeer. We hebben een soort kroegjes, restaurantjes, winkels. En we hopen dat meesten dat ik wieten en sjuggen en del komen. Wollen jou morgen een koning en een koninginnetje en vergees lunchen? Dan weet je wijze matten.